en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag en ik ga een zondagmiddag wandelen doen op het Kralingse Bos. Nou, ik dacht, het zal wel niet zo druk zijn, maar het is behoorlijk druk. Ik kan mijn auto bijna parkeren. Het is best wel koud, dus ik ben blij dat ik mijn mutsje meegenomen heb. Maar het is lekker droog, dus we kunnen een leuke vlog vandaag gaan maken. Ja, ik zat te denken, ik wil toch nog even het Kralingse Bos rond. Even een wandelingetje maken, zo door de herfst, dat is wel leuk. Even te filmen. Het beeld is hier ontzettend mooi. Een mooie omgeving. Ik kom hier vandaan, ben hier geboren, Kralingen. Geboortewijk in Rotterdam. Hier als kind kwam ik hier vroeger ook heel vaak. Dus ik weet een beetje hoe het eruit ziet. Ik weet niet meer de omgeving. Het is al zo lang geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben. Maar ik vond het wel leuk om even te filmen. Mijn vader ging hier vroeger nog wel eens heen, vlak voordat hij ziek werd. Hij is natuurlijk overleden, dat weten jullie allemaal. En daarom is het ook wel extra speciaal dat ik hier ben. Hij ging hier nog wel eens, toen hij gepensioneerd was, ging hij hier nog wel eens wandelen met de hond. Nou, de hond is inmiddels ook overleden. Dus wel apart om hier weer terug te zijn. Nou, ik zal jullie even een stukje van de omgeving laten zien. Prachtlocatie. Allemaal water. Hier een paar mooie zeilbootjes. Ziet er schitterend uit. En hier wil ik jullie dus even vandaag een kijkje laten nemen. Echt prachtig. Kijk, allemaal bossen. Allemaal bossen. Hier hebben we zelfs een speeltuintje gemaakt voor de kinderen. Ik weet niet of het er vroeger ook nog was. Nou, daar heb je het pannenkoekenhuis. Daar heb ik mijn auto ook neergezet. Misschien kunnen we hem nog heel in de verte zien. Dus, dit is wel een leuke locatie om te filmen vandaag. Hoop water, hoop bossen. Dus we gaan er een leuke vlog van maken. Nou, de wedstrijd was gisteren niet zo best. Ik zie mijn eigen bijna niet. Ik zie mezelf niet. Wow. Ik kan mijn eigen bijna niet meer zien, joh. Wat een zon. Kijk, zo ben ik er weer. Ik kon mij er even niet meer vinden. Dus het staat een enorm zonnetje hier ook. Ondanks alles is het toch wel een beetje frisjes. Maar zo in het zonnetje is het heerlijk. Nou, hier een bord, Kralingse Bos. Provincie Zuid-Holland. Geen toegangszwemmen op eigen risico. En als het wat met de water aan de hand is, dan wordt dat aangegeven dat je niet mag zwemmen. Nou, ik wou even weer naar boven lopen. Even kijken, hier wou ik omhoog lopen. Wel een behoorlijk stukje grasveld. Ja, ik ben mijn stokje weer kwijt, jongens. Ja, jullie weten het. Zo'n beetje langs de kant van deze vlogs allemaal. De ene keer heb ik dat kleine stikje weer, de andere keer ben ik hem weer kwijt. En nu ben ik hem weer kwijt inmiddels. Pas alleen weer gevonden en nu ben ik hem weer kwijt. Dus dan heb je dadelijk weer kans dat hij in ene keer opduikt. Ja, het is behoorlijk druk, is het, jongens. Behoorlijk druk. Ik had beter in een vakantie kunnen doen, denk ik. Maar ja, het is wel leuk omdat het nou ook wel
Ik weet niet wat het nou officieel winter is, maar het ziet er nog helemaal niet uit. Het ziet er nog echt een beetje uit dat het herfst is. En daarom leek het me wel leuk om even dat te filmen. Dus dan gaan we even een lekkere wandeling maken. Ik ben alweer 5 minuten aan het oude hoeren, zie ik. Maar we gaan dan terecht zo de bos inlopen. Nou, ik voel me nou net weer Michael. Michael, als je dit ziet. Het is weer een mooi locatietje. Hier heb je nog een kinderopvang, de dikke deur. Groene inval, kinderopvang. Nou, en hier heb je allemaal bossen. Het ook heel raar aangekeken wordt. Ja, gek hè? Mensen die vloggen, heel raar. Sommige mensen vinden dat nog altijd heel raar. Want als je staat te filmen en te praten tegen een camera, dat ze dat heel raar vinden. Nou, en hier begint het bos, jongens. Hier kunnen we lekker wandelen. Dan kan je die kant op. Dan zit je toch weer bij het water. Want we gaan die kant op. En hier heb je dan, ga je echt de bos in. Mooi ook die herfstkleuren. Nou, dit is ook wel erg mooi dit hoor. Schitterend. Wat een prachtige kleur. Nou, hier kan je alle kanten op waar je wil. Je kan die kant op. Je kan die kant op. En je kan lekker hier rechtdoor. En ook nog een klein paadje omhoog. Dus dan gaan we dat eens even doen. Nou, ik had echt zin in een lekkere boswandeling. Dus wat dat betreft, hier kom ik niet echt ver uit, zie ik. Hier kom ik ook weer bij de parkeerplaats uit, ik zie daar een auto staan, dus dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk in de bossen, jongens. Ik wil in de bossen. Dus we gaan gewoon weg. Ik ga gewoon de bossen in. Kijk, hier een open plek. Dat is ook wel ontzettend mooi. Hier ook. Met op de achtergrond alle mooie bossen. Brachtgebied. En ik hoop dat ik nog wat mensen heb die in de bossen geïnteresseerd zijn. Denk het wel. Michael in ieder geval. Die vindt dat wel prachtig in de bossen wandelen. Want anders sla ik hier een enorme flater. Nou, kijk eens jongens. Is dit niet mooi? En dat gewoon in Rotterdam. Rotterdam-Kralingen. Je zou het niet verwachten. In zo'n drukke stad. Vol met verkeer. Dan zou je niet verwachten dat je hier van die ontzettende mooie bossen hebt. Maar ze zijn er toch degelijk. En het komt goed ook uit, want ik moet zo nog even naar de wc. Kan ik even een plasje doen. Nutteloze informatie. En dan ga ik zo nog even een fotootje maken. En die foto die is precies een week geleden geplaatst. Want het is natuurlijk 7 dagen geleden. Of 7 dagen later als jullie dit allemaal kijken. Dus kunnen jullie raden. Nou, inmiddels weten jullie dus de locatie waar ik was.
het Kralingse Bos. Hier in de bos ook nog. Allemaal blad. En we gaan gewoon lekker wandelen, jongens. Ik heb er echt zin in. Prachtig park. En hier kan je nog wel filmen, hoor, jongens. Als je echt een mooie natuur wil filmen, dan moet je zeker te weten hier wezen. Je is zeker weten een plek om dan naartoe te gaan om de camera mee te nemen en dan mooie filmreportages hier te maken in de bossen van Kralingen. Nou, is dat niet mooi of is dat mooi? Nou, gisteren hebben we de wedstrijd Feyenoord VVV gehad. Was niet best. 1-1. In de laatste minuut doelpunt. In de laatste minuut een doelpunt. Was echt slecht. En gingen we gedesillusioneerd. Gingen we naar huis toe. Het was echt bar en boos. Zo gaat het al een paar weken. En van die interviews gisteravond met de spelers en de trainer werd ik ook niet echt vrolijk. Ja, schande, het mag niet, dit en dat, zus en zo. Maar als het dan zo schande is, waarom gebeurt het dan iedere keer? Want het is niet één week. Het is gewoon al eigenlijk al vanaf... wat was het? Eigenlijk vanaf die bekerwedstrijd tegen ADO, die was ook al best, of niet best. Daar is het eigenlijk toen een beetje fout gegaan. Nou, we gaan eens even kijken of we hier even een mooi pad hebben. Ik zie daar een heel mooi pad. Ik denk dat we daar maar naartoe gaan. Kijk, allemaal bossen. Even kijken. Kijk. Allemaal mooie bossen. Prachtig. En je zou nou eigenlijk geurtelefoon, geurcamera moeten hebben. Dan kan je ook ruiken. Die boslucht. Die doet de hoop goed. Nou, we gaan naar de hoek om hier ook. Er zijn wel een hoop mensen, maar ook lekker schijt aan. We gaan hier gewoon linksaf. Kijk, het is echt prachtig dit. Al die bossen. Schitterend. En hier ook allemaal bossen. Allemaal van die... beetje naaldbomenachtige. Prachtig. Kijk, als je dan echt van mooie herfstkleuren houdt, aanschouw dit is. Prachtig. Wat een schitterende kleuren. Kijk eens. We gaan even op het bruggetje staan. Hier vind ik het eigenlijk wel een mooie locatie om even een foto te maken dadelijk. Foto die jullie al vorige week gezien hebben. Achter hier het brugje. Nou, ik ga hier even een foto maken. Ik ga het hier even een foto maken en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en daar ben ik weer. Daar ben ik weer en we gaan weer verder. Ik heb even een fotootje gemaakt. Even een dingetje laten. Een fotootje gemaakt om een raadplaatje van waar ik was. Nou, jullie weten het allemaal nu. De Kralingse Bos. K
kijken of de mensen het goed kunnen raden. Ik ben benieuwd. Ik ben echt reuze benieuwd of ze dit te raden. Het is ook wel ontzettend leuk dit. Kijk, gewoon boompjes met bankjes erin. En hier heb je ook een leuk bankje, kun je nog zitten. Dus er is genoeg dat je even lekker kan uitrusten en even kan zitten. Terwijl je natuurlijk wel heerlijk kan genieten van de herfstkleuren. Eigenlijk moet ik alweer stoppen, want kijk, dit vind ik toch wel echt een plaatje hoor. Schitterend. Ik weet niet of ik het mooie beeld krijg. Maar al die mooie kleuren allemaal, mooie herfstkleuren allemaal. Hier ook. En nou kunnen we kiezen, we kunnen hier rechtdoor gaan. Of we kunnen hier de hoek om gaan. Wat zullen wij eens doen? Zullen wij eens de hoek om gaan? Nou, dat kunnen we misschien dadelijk nog wel even doen. We gaan eerst even rechtdoor. Kies gewoon rechtdoor. Het vleermuispad. Nemen we. En wat een prachtige locatie dit. Dan zie ik daar alweer dat je weer weg hebt. Dus dan gaan we, denk ik, gaan we zo rechts. En ik zag dat dat het uilenpad was. Neem het uilenpad eventjes. Nee, het uiverpad. Het uiverpad is het. Ik dacht dat het op uienpad, maar het uiverpad. Dat was al mijn telefoon. Ik heb al iemand gereageerd. Zullen we eens even kijken wie het was? Eens even kijken wie het eerste gereageerd heb. Ook even kijken hoor. Nee. De eerste is Alinda en die heeft het fout geraaien. Die zei dat dit Spijkenisse was. Park Vogelenzang. Maar dat is dus niet goed. Dat is niet correct. Het is dus het Kralingse Bos. Ik weet niet of dat mensen dit kunnen raden. Misschien, ja, misschien mensen die hier heel vaak komen, maar ik denk niet dat ze dit zomaar even 1, 2, 3 even raden wat dit voor park is. Dus hier komen al auto's voorbij scheuren. Dus die kant hoeven we in ieder geval sowieso niet op. We moeten dus rechts aanhouden. Hier staat het Uiverpad. Ik wil nog eens kijken wat ik... Ik heb inmiddels al bijna 200, 190 om precies te zijn. Waarvan ik wel een paar gedaan heb, maar nog niet allemaal. Ik wil toch kijken of dat ik later kan thumbnailen. Dus dat ik thumbnailen kan maken voor mijn vlogs. Dat is wel ontzettend mooi. We zijn inmiddels weer op het Hazenpad.
komt die zon er mooi doorheen. Kijk, en diegene die zag het denk ik niet meer zitten na gisteravond, naar het zoveelste puntverlies van Feyenoord. Die zag het denk ik niet meer zitten, die heeft ze sjaal maar aan de willig opgehangen. Ja, dat is ook moderne kunst, hè? Rotterdam, kameraden, Feyenoord Rotterdam. Of er is hier iemand overleden, dat zou ook nog kunnen. Maar ik zie verder geen gedenkstukje meer, dus ik zie alleen deze sjaal. Dus het lijkt me niet echt, ik denk dat iemand deze gewoon verloren is en een ander die heeft hem gewoon opgehangen aan de boom. Ja, je maakt wel gekke dingen mee in de bossen. Je maakt wat rare dingen mee in de bossen. Nou, ik heb gisteren ook nog even lekker kapsalonnetje opgegeten. En toen is Ramon ook naar huis gegaan. De rest van de avond heb ik eigenlijk niet veel meer gedaan. Ja, het was al laat ook. Het was al 10:00 was het toen. Dus, kijk, dit is ook wel mooi, hè. Dit is ook wel ontzettend mooi. Weer een bankje waar je lekker kunt zitten. Ik ben benieuwd, jongens, waar we allemaal terechtkomen. Dat is ook wel mooi. Ja, hoe vaak ik hier niet als kind gelopen heb. Ik ben nog wel van school, een keer padvinderij en ook heel vaak met mijn ouders. Ook hier wat uren doorgebracht in het bos. Heerlijke wandeling, lekker wandelen, lekker genieten. Genieten van de natuur. Alles wordt tegenwoordig maar dichtgebouwd en er is bijna amper nog natuur te vinden in Nederland. Alles moet wijken voor woningbouw, huizenbouw, flats, bedrijven, snelwegen ook dat. Dus het is het zonde dat er niet meer van zulke zittende mooie bossen zijn. Een leuk hondje. Dus dat betekent dat er iemand aankomt zo. Ja, dat klopt. Yeah.
zitten nog steeds op het hazenpad. Eens kijken waar we nu uitkomen. Ik zie daar een open stukje volgens mij, of niet? Open stormhout. Ik denk, we horen nou een rug hijgen, maar er waren dus twee wandelaars die je net zag. Kijk eens hoe mooi, jongens. Oh. Zonnetje. Wat schijnt. En als het tweede belletje, heb je iemand gereageerd, denk ik. Nu weer een fietspad. En als het fietspad oversteekt, kom je daar ook weer bij bossen uit. Hier nog een wandelpad, een fietspad. En dan heb je hier nog een, zie ik weer een auto staan. Wij lopen rechtdoor. Steeds verkouden. Dat is ook niet gek met dit, deze tijd van het jaar. Alle kou en doet een mensenlichaam niet goed. Het is ook wel heel erg mooi dit zo. Dan die zon er doorheen.
Hier hebben we weer een brugje, zie ik verderop. Verderop zie ik weer een brugje. Wat een kriebelhoest. Oh, hier wou ik eigenlijk rechts gaan. Gaan we hier rechts. Nou, dat is toch wel ontzettend mooi. Hier hebben we een hele mooie splitsing hier ook. Okay. Ja, ik wacht eventjes. Ik moet hem een foto maken. Ik moet even zo beleefd om even te wachten. Doek. Zou ik zelf ook. Beleefd vinden. Dus wacht even netjes. En dan gaan we dan toch weer een stukje teruglopen. Hier nog een pad. Ja, ik heb zoveel kanten op hier. Dat is ongelooflijk. Ik heb hier zoveel kanten. Hier de wolvenvlei. Ik heb nog wel even de wolvenvlei in. Kijken of we daar nog wat zien. Hier het wolvenvlei, hier het botje. Wolvenvlei. Hier ook allemaal weer schitterende bomen. Het is wel een stuk drukker. Ik denk dat we hier niet echt hier een beetje speciale dingen zien. Ik zie het nog wel, als ik het nou goed zie. Even kijken. Nee, het zijn bladeren. Ik dacht dat ik paddenstoelen zag, maar
die zijn al weg. Ik denk dat we zo maar weer teruglopen via het naaldbomenpad. Lopen we weer terug, maar niet even voor we gekeken hebben naar deze mooie partij bomen in een mooi herfstkleurtje. Schitterend, ziet er echt prachtig uit. Kijk eens van de omgeving. Wat prachtig dit. Ik ga er toch even een foto van maken. Zo. Verveel jij hier? Nou, dat is volgens mij geen relevant bericht. Ricardo, die heeft hem geraden, Kralingse Bos. Nou, Ricard, je hebt hem geraaien, jongen. Jij bent degene die het goed. Ricardo Kralingse Bos. Goed gedaan, Ricard. Heel erg mooi hier. Hop. Onder de bomen door. Dus is het naaldbomenpad. Uilenpad. Voilà, we gaan weer terug, denk ik. Even kijken, als het goed is, heb ik daar het water. Dus. Een mooie bomenpartij dit is. Schitterend. Hier ook. Helemaal omgeven in groen. En wij gaan die kant op. En wij gaan links. Dan hebben we het water weer. We ook eigenlijk zo weer teruglopen naar de auto. Doorkijk zitten we alweer op. Hier het mantelpad. Zijn we net volgens mij ook doorheen gelopen. Weet ik niet zeker. We kunnen wel zo lopen. We moeten toch weer die kant op. Hier hebben we dus het mantelpad.
Dan gaan we zo weer terug naar de auto. Ik hoop dat je het een beetje een leuke reportage gevonden hebben. Ik vond het wel weer eens een keer leuk om weer eens een keertje een mooie tocht door de bos heen te maken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zo kan je wel zien dat zelfs in Rotterdam je een fantastisch plekje hebt waar je van de natuur kan genieten. Ondanks dat het midden in een grote drukke stad ligt. Met veel overlast en lawaai, gillende trams, toeterende automobilisten. We hebben hier dan toch een stukje paradijs op aarde. Paddenbob, pad, paddenpad, paddenpadden, paddenpad. Dit is ook wel ontzettend mooi. Het is prachtig hier. We moeten wel als het is die kant op. Zo. Even weer een stuk drukken. Nou, het wordt te kinderachtig. Ja, nee. Ja.
Zo, hier ben ik weer. En we zijn bijna op het plek aangekomen waar we begonnen waren. De Kralingse Plas. Als het goed is, moet daar uit te staan. En dan ga ik weer lekker terug naar Spijkenisse. Hier nog wel een ontzettend mooi plaatje van de Kralingse Plas en de gebouwen van Kralingen. En dat plaatje wil ik jullie niet onthouden, dus hier ook. Nou, dus bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, doe dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op dat belletje, dan krijgen jullie een update te horen wanneer er weer een nieuwe video of livestream is. En ik wil jullie dus allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Deze mooie vlog hier in Kralingen. Kijken of we wel de goede hebben. Ja, we hebben het goede plekje gevonden weer. Als het goed is zijn we weer terug bij de auto. Maar ik ga het in ieder geval wel even zoeken. In ieder geval iedereen bedankt jongens. Een fijne middag verder. En jullie weten het. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.